Ja, lange tijd dacht ik met al die reddingen van jou, deze man zou wel eens de held van de avond kunnen worden, maar het pakt helaas anders uit, hè? Nou, dat is inderdaad zo. Ja, het is echt zonde dat in de tweede helft, inderdaad wat u zegt, pak ik inderdaad redelijk goede ballen. En dan hoop je nog, als die 1-1 komt, hoop je natuurlijk op penalties of weet ik veel. Of dat er gekke dingen kunnen gebeuren hier op de Bonget. Maar dat we het even uit handen geven op het laatste. Maar ja, goed, weet je, chapeau inderdaad voor de ploeg. En ja, zonde dat het niet beloond wordt. Want ik denk dat we echt als team echt hebben gestreden hier zo. Ja, maar dat had er echt in gezeten vanavond. Hè? Dat is dan wel het zuur in de afloop van zo'n avond. Ja, natuurlijk, absoluut. Kijk, vooraf denk je van je moet toch tegen een Eredivisie ploeg, denk ik. En ze spelen ook... Ja, ook niet echt met vertrouwen, een paar keer verloren ook. En 4 punten. En dan denk je, hoop je om een stunt. Maar ja, als je dan heel snel die 0-1 om je oren kijkt, dat was al geloof ik na 1,5 minuut. Ja, weet je, dan denk je van, het wordt toch niet zo'n avond. En gelukkig dat we het nog zo lang vol konden houden. En dat het uiteindelijk 0-2 wordt, ja, dat is dan heel erg balen. Want je hoopt op een verlenging. Dus uiteindelijk mag ik hier met opgeheven hoofd staan. Maar ik denk, het is wel echt zonde. Toch wel zuur vind ik, toch wel. Is er ook een wedstrijd als doelman, hè, bij een topklasse of ook als veldspeler natuurlijk, waarbij je jezelf natuurlijk voor het grote publiek kan spelen? Ja, nee, natuurlijk, dat is het zeker. Kijk, als je voor 2.000 of 3.000 man staat te spelen hier zo, ja, natuurlijk wil je dat het liefst, weet je wel. Alleen, het is natuurlijk wil je dat doen als doelman of als speler, dat je daarvoor wil komen. Maar ja, uiteindelijk sta ik hier. Ik had liever hier gestaan met dat we naar de volgende ronde waren met een pilsje in mijn hand, dan dat ik, dat ik 0-2 verlies. En natuurlijk, complimenten zijn altijd leuk. Maar dat het dan zo uitpakt, helaas zuur. Maar het zei zo, het is niet anders.